Heel even dacht ik dat we het vandaag eindelijk zouden doen. Wat we al veel langer hadden moeten doen. Dat de roep om structurele aanpak van racisme en discriminatie, de roep om rechtvaardigheid in dit land, dat die eindelijk echt gehoord zou worden. Heel even dacht ik dat met al die schorsingen de meerderheid vanavond een alternatieve resolutie over praktijktesten op tafel zou leggen. Dat er eindelijk echt een eerste stap gezet zou worden om praktijktesten in te voeren in Vlaanderen. Maar dat was jammer genoeg valse hoop. Er komen geen praktijktesten, er komt wel zelfregulering. Alweer zelfregulering. Hoe vaak hebben we dit al niet gehoord? In 2015 vroeg dit parlement al om zelfregulering uit te werken. Met steekproeven en sensibilisering. Exact wat er vandaag opnieuw voor ligt. Juist hetzelfde. In 2015. Bart Somers zei hier toen op deze bank als fractieleider van de Open VLD dat als die zelfregulering 2 jaar later niet zou werken, dat er op Vlaams niveau praktijktesten zouden moeten komen. Zijn we 2017 vandaag? Zijn we 2018 vandaag? Zijn we 2019 vandaag? We zijn 2020. We zijn 2020 en de zelfregulering werkt niet. Waar blijven die praktijktesten? De zelfregulering is niet voldoende op de huurmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Steunpunt Wonen heeft uitgevoerd in opdracht van toen nog Vlaams minister van Wonen, Lisbeth Homans. De zelfregulering is niet voldoende op de arbeidsmarkt. Binnen de sector van de poetsbedrijven is er een sectorcovenant met zogenaamde zelfregulering. En wat blijkt? Vandaag nog gaan 20% van de poetsbedrijven in op de vraag om geen poetshulp met migratieachtergrond te sturen. Zelfregulering, beste collega's, volstaat niet. En dat hoeft ook niet te verbazen. Wat zeggen al die sectoren waarmee die sectorconvenanten worden afgesloten? Zelf, in het HIVA-onderzoek van Miet Lambert, wat zeggen zij? Dat zij het niet als hun taak zien om controlerend of sanctionerend op te treden. Dat is een taak is die zij eerder weggelegd zien voor de overheid. En bovendien zeggen zij dat zij wel geloven, hou u vast, dat zij wel geloven in het sensibiliserend effect dat kan uitgaan van monitoring van discriminerend gedrag via praktijktesten, maar dat ze dat niet mogelijk zien, niet uitvoerbaar zien binnen de convenantwerking. Vrijdag worden er nieuwe convenanten afgesloten, sectorconvenanten. Mevrouw Partika, waar staan de praktijktesten in die sectorconvenanten? Nergens. Nergens. Ze staan er opnieuw niet in. En we weten wat er wel werkt. We weten wat er niet werkt en we weten wat er wel werkt. We weten dat zelfregulering op zich niet werkt. Dat dat niet volstaat. En we weten dat praktijktesten wel werken. We weten dat discriminatie op de huurmarkt daalt wanneer vastgoedmakelaars weten dat er praktijktesten georganiseerd worden. In Gent, waar praktijktesten op de huurmarkt werden ingevoerd, zien we straffe resultaten. We zien serieuze dalingen van discriminatie van mensen op basis van hun afkomst, op basis van een handicap of op basis van het leven in armoede. Alle meerderheidspartijen zeggen hier vandaag tot in een treuren dat ze de roep van de beweging tegen racisme en discriminatie begrepen hebben. Maar als we deze resolutie zien, beste collega's, dan blijft alles bij het oude. Alles blijft bij het oude. We gaan nog eens onderzoeken hoe diep het probleem wel niet zit. We gaan nog maar eens inzetten op zelfregulering waarvan we weten dat dat niet werkt. Nog eens woorden, woorden, woorden en een totaal gebrek aan actie. En als jullie niet graag luisteren naar die mensen op straat, als jullie niet graag luisteren naar de linkse partijen, als jullie niet graag luisteren naar al die organisaties die al jaren inzetten voor praktijktesten, dan moeten jullie misschien eens luisteren naar de econoom waar een deel van jullie economisch beleid op gestoeld is, Stijn Baart. Ik ben het met die man niet op alle vlakken eens, dat weet iedereen. Maar hier zijn we het volmondig eens. Stijn Baart zegt, sinds 2007 hebben wij een heel duidelijke antidiscriminatiewet. Het probleem is dat die wet onvoldoende wordt toegepast, omdat er geen actieve opsporing voor discriminatie gebeurt door de overheid. En daarom pleit ik ervoor dat de overheid het uitvoeren van praktijktesten van ons, en hij bedoelt aan de academische wereld, zou overnemen. Stijn Baart zegt, zelfregulering kan. Zelfregulering kan, maar alleen, enkel en alleen, als er proactieve praktijktesten als een stok achter de deur worden gehouden. Anders is het een voetbalwedstrijd zonder scheidsrechter.
Een voetbalwedstrijd zonder scheidsrechter die geel of rode kaarten mag trekken. Het zal lang duren met die zelfregulering op het voetbalveld. En wat zegt Stijn Baert, en hij is daar zeer scherp in, nadat hij die discriminatie op de arbeidsmarkt zorgvuldig onderzocht heeft? Hij zegt, wie praktijktesten nu nog weigert, legt zich neer bij discriminatie. En wat doet deze meerderheid? Deze meerderheid weigert om praktijktesten in te voeren en legt zich neer bij discriminatie. En niet iedereen in die meerderheid, ik weet het wel. Ik weet zeker, en ze hebben zich vandaag ook uitgesproken, dat er in de meerderheid volksvertegenwoordigers zijn die zich daar niet bij willen neerleggen. Die voorstander zijn van praktijktesten, maar die het vandaag niet gehaald hebben. Mevrouw Partika, u zegt, we willen de discussie over het heikele punt van de praktijktesten niet uit de weg gaan. Ik geloof dat. Maar je moet wel consequent zijn. Je kunt niet zeggen, we gaan het uit de weg en tegelijkertijd resoluties van de linkse oppositie over praktijktesten wegstemmen. Wegstemmen om ze zelf maar te bespreken. En dan een eigen resolutie indienen waar het woord praktijktesten niet in voorkomt. Dat is niet consequent. Mevrouw El-Kawakibi, u zegt, ik had liever gehad dat hier een breder draagvlak voor was geweest en dat woord gevoelig liggen. Maar eigenlijk zegt u hier, en iedere goede verstaander begrijpt dat, het voorstel van de praktijktesten lag vandaag op tafel en het heeft het niet gehaald. Dat is wat u zegt. Het kan zijn dat dat woord gevoelig ligt. Maar beste collega's van de meerderheid, zet u erover. Zet u er verdorie eindelijk eens over. Racisme en discriminatie hakt er elke dag in bij mensen. Niet bij mij. Hè. Ik heb daar geen last van racisme. Ik heb daar geen last van discriminatie. Maar al die mensen waarbij dat er iedere dag in hakt, zet u erover dat die woorden gevoelig liggen. Zet u een keer in hun plaats. Luister naar wat collega El-Kawakibi jullie hier vandaag probeert te vertellen. Ik geloof dat het draagvlak voor praktijktesten groeit, maar het is heel duidelijk wie de baas is in deze regering. Het is heel duidelijk wie hier vandaag zijn wil opdringt, en dat is de N-VA. De N-VA die hier zelfs in volle plenaire vergadering haar eigen coalitiepartners terecht wijst dat ze verkeerde dingen zeggen. De N-VA die zegt dat discriminatie dan wel verboden is bij wet, maar dat we dat niet gaan handhaven. Die zegt dat elke dag mensen verhinderd worden om een huis te huren of een job te doen, maar die dat zo wilt laten. De N-VA die zegt dat ze tegen discriminatie is, maar die categoriek weigert om daar harde maatregelen voor te nemen. Wat zegt meneer minister Diependalen, minister van Wonen? Ik geloof niet in een overheid die burgers in de val probeert te lokken. Wat een onzin. Wat een onwaarschijnlijke onzin. Dat gaat niet over in de val lokken. Hè? Het gaat over het naleven van wetgeving. Als het gaat over sociale fraude, beste collega's van de N-VA, dan kan het allemaal niet streng genoeg zijn. Lik op stukbeleid heet dat dan. Gedaan met de straffeloosheid. Ja, allemaal van neeknikken, maar dat is wel wat de taal is als het daarover gaat. Maar als het over praktijktesten gaat, als het gaat over onaanvaardbare en bovendien strafbare discriminatie, dan is zelfregulering blijkbaar genoeg. Gaan we dat ook doen op andere domeinen? Geen alcoholcontroles meer in het verkeer, gewoon zelfregulering? Geen actie tegen fiscale fraude, zelfregulering? Ja, dat zou de N-VA misschien nog wel graag hebben, ja. Geen controles op de voedselveiligheid, zelfregulering? Mevrouw Sminate, u spreekt over een heksenjacht. Maar dit heeft niks met een heksenjacht te maken. Die argumenten zijn al 20.000 keer weerlegd. Dit is een simpele controle. Wie niet discrimineert, heeft niks te vrezen. Als er geen structureel racisme bestaat, wat heeft u er dan op tegen dat we discriminatie testen? We gaan het dan volgens u toch niet vinden. Dat is geen heksenjacht, dat is de logica zelf. Ik geloof in een overheid die burgers beschermt en die discriminatie daadwerkelijk aanpakt. Niet alleen in woorden, de woorden die er vandaag heel veel zijn uitgesproken, maar ook in daden. Collega's, ik denk dat de mensen die lijden onder discriminatie, dat die beter verdienen. Ik denk dat de mensen die zich vandaag engageren tegen racisme, ik denk dat die beter verdienen. En ik meen dat echt. Ik weet dat er collega's zijn bij de meerderheid die wel verandering willen, die zich niet neerleggen bij discriminatie, die met heel hun overtuiging voor praktijktesten zijn. En ik wil jullie, en ik meen dat oprecht, vragen om jullie niet neer te leggen en niet te plooien voor de wil van de N-VA. Niet te plooien voor de wil van de N-VA, niet te plooien voor de wil van het Vlaams Belang, die allebei geen praktijktesten willen. Als we gaan wachten, beste collega's, tot de N-VA er klaar voor is, dan kunnen we nog decennia wachten. Dan gaan ze er niet komen. Daarom hebben wij samen met SPA en Groen een amendement ingediend. We hebben het gebundeld, dus het amendementje dat jullie van ons nog hebben gekregen, dat wordt ingetrokken. Een gebundeld amendement, PvdA, SPA, Groen.
om praktijktesten in te voeren. Om de Vlaamse regering op te roepen om praktijktesten in te voeren. Beste collega's, daar is een meerderheid voor in dit parlement. Er is een meerderheid in dit parlement om dit amendement te stemmen. De N-VA en het Vlaams Belang hebben in dit parlement niet de meerderheid. Zij hebben niet de meerderheid om te beslissen dat discriminatie zomaar door kan blijven gaan op onze arbeidsmarkt en op onze woonmarkt. Zij hebben die meerderheid niet. Wij hebben de meerderheid. Wij hebben de meerderheid om hier en nu te zeggen: wij gaan eindelijk harde controles invoeren. Wij gaan eindelijk de stok achter de deur invoeren en zorgen dat we iets kunnen doen aan het racisme, aan de discriminatie op de woon- en op de arbeidsvoormarkt. Arbeidsmarkt, excuseer. Ik reken op de kracht van jullie overtuiging om daarvoor te stemmen.